Wil jij weten wat baarmoederhalskanker precies is? Wat voor klachten je ervan kan krijgen? Hoe het komt en hoe je het misschien kan voorkomen? Daar ga ik je vandaag alles over vertellen. Dus als je er meer over wil weten, blijf dan kijken. Dag allemaal, welkom in mijn spreekkamer. Ik ben de family doctor en vandaag gaan we het hebben over baarmoederhalskanker. Mocht jij ook een onderwerp weten waar je wil dat ik een video over maak, laat het dan weten in de reacties hieronder. Verder zou ik het heel erg leuk vinden als je me volgt op de socials, want ik doe dit ook maar gewoon in mijn vrije tijd. Ik zit op TikTok, Instagram, volg me op Twitter. Ja, dat zou ik heel leuk vinden. Klik op het duimpje hieronder en wil jij ook geen van mijn video's missen? Abonneer je dan op mijn kanaal. Laten we beginnen. Wat is baarmoederhalskanker? Dit is kanker die is ontstaan in de baarmoedermond of baarmoederhals. Het komt het meeste voor bij vrouwen tussen de 30 en 44 jaar. Elk jaar zijn er 800 vrouwen bij wie baarmoederhalskanker ontdekt wordt. En jaarlijks overlijden er 200 mensen aan deze ziekte. In dit plaatje zie je hoeveel het voorkomt per leeftijdsgroep. Wat zijn de baarmoederhals en de baarmoedermond? De baarmoedermond is het begin van de baarmoederhals. Als je in de vagina zou kijken met een eendenbek, dan zie je bij vrouwen die nog nooit op een natuurlijke manier bevallen zijn, er ongeveer zo uit. Dus met een rondje in het midden. En dit is dan de hals. En hierachter zit dan de baarmoeder. En als je wel al bent bevallen van een kind, dan ziet het er ongeveer zo uit. De baarmoederhals komt daarna. Het ziet eruit als een soort hals en dat gaat naar de baarmoeder toe. Waardoor kan je baarmoederhalskanker krijgen? De grootste veroorzaker van baarmoederhalskanker is het HPV-virus. Er zijn 170 soorten bekend. En er zijn er een aantal die een hoog risico vormen op baarmoederhalskanker. Die noemen we hoog risico HPV, oftewel HR-HPV. De hoog risico HPV's heb ik in een lijstje gezet en zie je hier. Het zijn type 16, 18, 31, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 en 59. HPV type 16 is het gevaarlijkst en veroorzaakt ongeveer 50% van alle baarmoederhalskankergevallen. Type 18 veroorzaakt ongeveer 16% van de baarmoederhalskankergevallen. Bij 99% van de mensen ruimt het lichaam, het HPV-virus, het vanzelf op binnen 2 jaar tijd. Als je het virus oploopt, dan kan het ongeveer 10 tot 15 jaar duren voordat het baarmoederhalskanker wordt, als het lichaam het niet zelf heeft opgeruimd. In die 1% van de gevallen dus. Als je een desdochter bent, kun je eerder baarmoederhalskanker krijgen. Tussen 1947 en 1976 werden bij zwangere vrouwen bij wie een miskraam dreigde het medicijn DES voorgeschreven. De kinderen van deze vrouwen hebben een hogere kans op baarmoederhalskanker omdat hun moeder het hormoon DES heeft gebruikt. Bij hen komt het dus niet door HPV, maar door het DES-hormoon. Welke soorten baarmoederhalskanker zijn er? Nou, hier zie je een rijtje met de soorten baarmoederhalskanker. De meest voorkomende soort is de plaveisel. Het komt bij ongeveer 74% van de mensen voor en het komt door het HPV-virus. De volgende meest voorkomende is het adenocarcinoom. 2 op de 10 vrouwen die baarmoederhalskanker krijgen heeft het adenocarcinoom. En dat komt ook door het HPV-virus. De zeer zelden voorkomende oorzaken van baarmoederhalskanker zijn een mengvorm van twee kankers, neuroendocrine, die groeit snel en zaait snel uit, sarcoom, dat ontstaat uit de spier- en bindweefselcellen van de baarmoederhals, een lymfoom, dat is kanker vanuit de lymfklieren daar in de buurt, doorgroei van endometriumkanker, dat komt dan vanuit de baarmoeder, of het is een uitzaaiing van een ander soort kanker in het lichaam. Is baarmoederhalskanker besmettelijk? Nee, de kanker zelf is niet besmettelijk, maar het HPV-virus wel. Is baarmoederhalskanker hetzelfde als baarmoederkanker? Nee, dit is niet hetzelfde. Baarmoederkanker, daar ontstaat de kanker echt in de baarmoeder. En baarmoederhalskanker, daar ontstaat de kanker in de baarmoedermond. Waardoor veroorzaakt het HPV-virus baarmoederhalskanker? Op de overgang van de baarmoedermond naar de baarmoederhals is er een overgang van plaveisel naar cilindercellen. Dit noemen we de transformatiezone. Dit is een plek waar het HPV-virus eerder binnen kan dringen, omdat het een zwakke plek is. Als het HPV-virus daar binnen dringt, kan het in zeldzame gevallen daar op die plek baarmoederhalskanker gaan veroorzaken. Dit kan 10 tot 15 jaar duren, maar bijna altijd ruimt het lichaam het binnen 2 jaar op, waardoor er geen baarmoederhalskanker ontstaat. Hoe krijg je HPV? HPV krijg je door contact van het genitaal gebied met andermans genitaal gebied. Dus dat is bijvoorbeeld de anus, vagina, billen, penis en onderbuik. Dit komt omdat het virus op die plekken zit. Bij het vrije kan het virus dus ook op je handen of op je mond komen.
80% van alle mensen heeft al eens HPV gehad. Echter ruimt het lichaam dit virus bijna altijd zelf op, dus daar merk je niks van. Wat voor klachten kan je krijgen van baarmoederhalskanker? Met name in het vroege stadium van baarmoederhalskanker heb je nog geen klachten. Daarom is het goed om eens in de 5 jaar mee te doen aan een bevolkingsonderzoek van baarmoederhalskanker, tussen de 30 en 60 jaar. Door mee te doen aan het bevolkingsonderzoek van baarmoederhalskanker kan je er dus op tijd bij zijn als je misschien wel al tekenen hebt van baarmoederhalskanker volgens de test, maar je nog geen lichamelijke klachten hiervan hebt. In een later stadium van baarmoederhalskanker kan je wel klachten krijgen, zoals vaginaal bloedverlies of bruine, zwartige, rode afscheiding na de seks. Vaginaal bloedverlies tussen de menstruaties door. Vaginaal bloedverlies tijdens of na de overgang. Als je menstruaties veel heviger zijn dan normaal. Als je een andere soort afscheiding hebt. Dat je afscheiding is veranderd. Bij een al grotere tumor kan je nog meer klachten krijgen. Je kunt dan moeite krijgen met poepen of plassen. Buik- of rugpijn krijgen, uitstralend naar een been. Je kunt vocht vasthouden in een been. Vaker blaasontstekingen krijgen of bloed in je urine krijgen. Of bloed of slijm in je poep hebben. Let op, dit kunnen tekenen zijn van baarmoederhalskanker. Maar deze klachten kunnen ook passen bij heel veel andere diagnoses. Wat moet ik doen als ik klachten heb die kunnen passen bij een baarmoederhalskanker? Ga naar je huisarts om deze klachten te bespreken. Als de huisarts denkt dat je klachten inderdaad kunnen passen bij baarmoederhalskanker, dan zal je huisarts verder onderzoek doen. De huisarts maakt dan een uitstrijkje. Doe dus geen HPV zelftest als je klachten hebt. Want daar zie je alleen mee of je HPV hebt en niet of en in hoeverre je baarmoederhalskanker hebt. Bij klachten altijd naar de huisarts. En de huisarts die maakt indien nodig dus een uitstrijkje. Hoe gaat een uitstrijkje? Bij een uitstrijkje ga je op de onderzoeksbank liggen terwijl je geen onderkleding meer aan hebt. Met een eendenbek, oftewel speculum, gaat de huisarts dan de vagina in. En met een lamp gaat de huisarts op zoek naar de baarmoedermond. Dit is helaas nooit een fijn onderzoek, maar mocht het echt heel erg pijn doen, geef het dan aan bij je huisarts. Ook als je vervelende ervaring hebt gehad in het verleden, laat het dan weten van tevoren aan je huisarts. Dan kan de huisarts daar rekening mee houden. De huisarts gaat hierna met een kwastje over de baarmoedermond heen. Sommige vrouwen voelen hier iets van, andere niet. Hierdoor komen er cellen en vaginaal slijm op het kwastje. Dit wordt in een potje gedaan en het wordt opgestuurd naar het laboratorium. Daar worden de cellen onderzocht op kanker of een voorstadium van kanker. En er wordt onderzocht of er HPV is. Na ongeveer 1 tot 3 weken heeft de huisarts de uitslag. Waardoor heb je meer risico op baarmoederhalskanker? Nou, hier zie je een rijtje wanneer je meer risico hebt op baarmoederhalskanker. Bij wisselende seksuele contacten heb je meer risico het hoogrisico HPV op te lopen. Of om meerdere hoogrisico HPV's op te lopen. Ook heb je meer risico als je vaker bevallingen hebt gehad. Of als je lang de pil hebt gebruikt. Dit komt omdat de transformatiezone dan meer naar de baarmoedermond toe ligt. Hierdoor komt het HPV-virus makkelijker de transformatiezone in. Ook bij een chlamydia- of herpesinfectie heb je een hoger risico op baarmoederhalskanker. Als je afweer slechter is door medicijnen die je afweer verminderen, of bijvoorbeeld bij ziektes zoals HIV, kan je lichaam het virus slechter opruimen, waardoor je er eerder kanker van kan krijgen. Ook door roken werkt het afweersysteem van het lichaam slechter, waardoor het lichaam het virus slechter kan opruimen. Stoppen met roken dus. Ook als je al eens eerder vaginakanker, schaamlipkanker en anuskanker hebt gehad, heb je een hoger risico op baarmoederhalskanker. En zoals ik al eerder in de video noemde, heb je ook een hoger risico als je desdochter bent. Kan je baarmoederhalskanker voorkomen? Je kunt je laten vaccineren tegen het HPV-virus. Door het vaccin raak je beschermd tegen de 2 meest gevaarlijke HPV-virussen, namelijk HPV type 16 en 18. HPV type 16 en 18 veroorzaken 70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker. Sinds dit jaar kunnen zowel jongens als meisjes vanaf 9 jaar een vaccinatie krijgen. Deze vaccinatie voorkomt in 87% van de gevallen baarmoederhalskanker, die veroorzaakt worden door de type 18 en 16. En ja, ook voor jongens, want zij kunnen ook anuskanker of peniskanker krijgen van de HPV. Ben jij ouder dan 26 jaar en wil je ook een HPV-vaccinatie? Dan kan dit via je eigen huisarts op je eigen kosten. Je wordt dan 3 keer gevaccineerd, maand 0, 1 en 6. Het vaccin is niet voor iedereen geschikt, dus besluit met je eigen huisarts of het goed is voor jou. Voor zover we nu weten, hoef je hierna nooit meer gevaccineerd te worden tegen HPV. Wat ook helpt is als je seks hebt met een condoom. Dat verlaagt de kans op HPV met 70% en zorgt op minder kans op SOA's. Wat ook helpt is stoppen met roken. Want ook roken zorgt ervoor dat je een hogere kans op baarmoederhalskanker kan krijgen. Bestaat er een medicijn tegen het HPV-virus? Er bestaat helaas geen medicijn tegen het HPV-virus. Is deze kanker te behandelen? Ja, dat is heel erg afhankelijk van in welk stadium de kanker is op het moment dat het wordt ontdekt dat je de kanker hebt.
Meestal is het in een vroeger stadium goed te behandelen door een kleine ingreep, een operatie, bestraling of chemotherapie. Echter, als het is uitgezaaid, dan wordt het lastiger om de kanker te behandelen. In het overzicht zie je hoeveel mensen er nog leven de jaren nadat ze de diagnose baarmoederhalskanker krijgen. Dit is een gemiddelde en dit hoeft niet voor jou zo te zijn. Bespreek met je arts hoe dit voor jou geldt. Kan baarmoederhalskanker uitzaaien? Ja, dit kan helaas. Dit gebeurt meestal via het lymfevocht en gaat dan richting de lymfeklieren in het bekken. Soms verspreidt het zich ook via het bloed. Dan kan je uitzaaiingen krijgen naar de botten, lever of longen. Wist je dat? Dat www.olijf.nl, dus O-L-I-J-F, er een netwerk is voor vrouwen die ziektes hebben van de vrouwelijke geslachtsorganen. En dat je hier ook kan praten met andere vrouwen over ziektes van de vrouwelijke geslachtsorganen. Dit was het voor vandaag. Klik op de duim hieronder en op de abonneerknop als jullie dit een nuttige video vonden. Ik hoop dat jullie wat in deze video hebben gehad. Laat in de opmerkingen onder weten wat jullie van deze video vonden. En ik hoor graag wat voor video's jullie nog meer willen zien. Heb een fantastische dag, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer in mijn spreekkamer.